Hallo, ik ben Laura en ik heb gemerkt dat de kabel van mijn stofzuiger vastzit. Daar beweegt niks meer aan. In plaats van nu een nieuwe te kopen, ga ik deze gewoon zelf repareren en ik ga jullie laten zien hoe je dat moet doen. Ik heb hier bijvoorbeeld schroevendraaiers klaargelegd, mijn gsm en ik heb ook een keukenrol klaargezet. Vooraleer we beginnen is het wel heel belangrijk dat je checkt dat de stekker niet meer in het stopcontact steekt. We beginnen met de grote bak open te doen. En dan zie ik meteen dat ik op 3 plaatsen schroefjes heb zitten. Hier en 2 hier op de hoeken. Ik ga even kijken welke schroevendraaiers ik nodig heb. En dan is het zoeken naar de juiste schroevendraaier. Eentje die goed past, dat is voor elke stofzuiger anders. Ziezo. Die leg ik hier op tafel op dezelfde manier als ze hier in de stofzuiger zitten. Zo weet ik straks welk schroefje waar terug moet. Vooraleer we nu deze bak eraf halen, nemen we nog een foto, zodat ik weet hoe ik het straks terug in elkaar moet steken. En dan halen we de bak eraf. Hier is meteen duidelijk wat het probleem is. De draad loopt hier langs het wieltje in plaats van erover. Dan is het gewoon een kwestie van die wat los te trekken. En terug rond het wieltje. En dan rolt hij er terug in, zoals het hoort. Nu we het hier toch open hebben liggen, kunnen we alles even opkuisen. Zo, nu alles uitgekuist is, de bak er terug op dezelfde manier zoals je hem er hebt afgehaald. En dan de schroefjes terug erop draaien. En dan mag de bak terug dicht. En deze draad werkt gewoon weer.